erg interessant. Ja, dat zijn hele lange paden. Overal ligt blad op de bosgrond. Wauw. Het is de hele avond al super en super en super stil in het bos. Kijk dan, dit hebben ze gewoon net aangetast. Dit is super vers. Dit is misschien vanochtend of vannacht gebeurd. En weer bij zo'n waterpoel, hè? Ze weten waar ze water kunnen pikken. Oké, dan moet ik oppassen. Want ik heb nog een klein, maar dan met nadruk een klein half uurtje. Maar ik weet dat het in het bos nu super snel donker wordt. Dus we moeten die kant heen. En eventjes kijken of dat we de locatie van de fiets kunnen vinden. Want die hebben we in de GPS staan. En dan moeten we als een noodgang moeten we hier het bos uitgaan. Want ik denk dat het vanavond super snel donker gaat worden. Zo'n vermoeden heb ik. Het ziet er wel heel erg mooi uit, jongens. Nou, je kan echt nu overal doorheen kijken. Ik ben heel benieuwd hoe lang het duurt voor mij dat ik de geschikte batterij kan vinden voor het volksysteem. En dan kunnen we weer vakken gaan aflopen van die dingen. Die kunnen we dan allemaal registreren. We hebben het apparaat uitgetest. Hij werkt nog wel. We moeten alleen eens even kijken of we op het computer nog het oude programma kunnen zetten. Mocht dat comfortabel zijn, mocht dat werken, dan zit ik eventjes te kijken of ik een keer met een noodbatterij een keer een testdag kan lopen. Dat lijkt me ook wel vet. Kijk dit dan. Het ziet er allemaal heel erg winterseachtig uit. We weten niet 100% zeker waar we lopen, omdat het voor mij een nieuw gebied is. Maar we weten wel dat we ongeveer die kant heen moeten gaan. Dat is het enige eigenlijk. Alle blad ligt eraf, jongens. Het ligt allemaal op de grond. Hier weer nog wat vogels piepen. Die gaan natuurlijk ook in de nachtstand zo dadelijk. Heel erg interessant, jongens. Ik wil bijna zeggen, dit is een van de meest saaie dagen van het jaar eigenlijk, dit. In het bos eigenlijk. Kijk dan, overal dat blad wat op de grond ligt. Ah, het heeft wel iets. En zo zie je maar weer, zo heeft elk stuk bos eigenlijk zijn eigen charme. Dit ziet er nu weer zo uit. Het zijn op zich wel allemaal bomen bij elkaar, maar het heeft wel iets. Dat ik de hele boel al verkend had een beetje, maar niet dus. Nu heb ik deze stukken weer op het oog gekregen.
Qua camera, qua filmen gaat het nog wel. Maar ik vind dat het nu eigenlijk al behoorlijk donker begint te worden. En ik weet, het gaat super snel, hè. Als het eenmaal een beetje schemerig begint te worden en de zon die begint een beetje onder te gaan, dan is het zo gebeurd. Is zo'n drinkpoel voor dieren. Oh, wat is dit? Even kijken, even een meting doen voor mij alleen. Oh, moet je dit zien? Kijk dan, dit is de tijd. Bijna 17 uur. En het wordt nu al super snel donker. Oh, de meting is geslaagd. Oeh, dat ziet er heel goed uit. Wat ik nu op het klokje zie. Oh, kijk dit dan. En weer zwijnensporen. Even stoppen. Zo te zien hebben we nog een heel eind te lopen, jongens. Daar baal ik eigenlijk van. Ik weet hoe snel het nou donker wordt. Volgens mijn klokje hebben we nog een kleine 15 minuten. En dan moeten we echt gaan uitkijken, dan wordt het echt kritisch. En ik weet zelf, binnen 15 minuten heb je zo'n heel superlang pad ook niet zo 1, 2, 3 afgelopen. Wow. Het is dat we dit stuk bos niet kennen, dus we zijn een klein beetje nerveus. Wow. Je raadt het al, komen we bij zo'n heel lang pad uit waar we nu echt niet op zitten te wachten. Kijk dan hoe mega lang dat is. Oké, jongens, doorlopen, dat is het allerbeste. Ja, en de GPS die speelt ook niet mee. Want er zit nog maar één streepje batterij in. Dus als ik thuis kom, ga ik hem gelijk helemaal opladen. Hij had trouwens ook opstartproblemen, zeg maar. Ik wist niet wat er was. Ik zat ergens midden in het bos en het ding deed het niet. Te later heb ik oei, daar kwam. Nee, dat hebben jullie net niet op beeld. Dan moet ik hem even vasthouden. Daar kan natuurlijk van alles overschieten. Daar bij dat stuk, daar schoot wat over. Zo, eens eventjes kijken of. Meestal komt er dan meer wild achteraan. Nu dus even niet. Dat is heel jammer. Weer net niet op beeld. Ik zag het met mijn ogen. Ik zag iets voorbij flitsen. Oh, kijk dit dan. Oké, ik moet door blijven lopen, jongens. Stilstaan is nu absoluut geen optie. Daar heb je zo'n hele strook. Zie je dat?
hoop ik dat ik zo dadelijk ergens bij een of ander open stuk uitkom. Tenminste, dat hoop ik. Dat ik een beetje oriëntatie krijg van waar ik me nu precies bevind. Eén ding is zeker, het is wel een heel interessant bos dit. Ah, hier staan de sporen al. Hier steekt meewild over. Kijk, weer een waterpoel volgens mij. Hoor die beesten. Oké, 10, 11 minuten nog en dan gaat officieel de zon onder. Dus we moeten haast maken dat we hier wegkomen. 11 minuten nog, o jee. Dan hoop ik dat dat een open veld is, daar ga ik wel vanuit. En dan hoop ik dat ik me kan oriënteren waar ik ben, jongens. Oké. Dit ziet er alvast veel versprekend uit. Ik denk dat we weten waar we ongeveer zijn. Is dat nou regen of is dat nou mist? Er zou ook regen komen. Ik denk dat het een mistbank is. Wow. Ja, er zitten hier heel veel dieren. Wat is dit? Dit is ook een soort oud pad. Zo, kijk naar die mist. Oh, wow, je voelt het ook echt. Zo, je komt hier in een hele nevel terecht. Wat is dit? Het lijkt alsof de hele boel in de brand staat hier. Kijk.
kijk dan echt zo'n rand, jongens. Hier is dit geen mist. En daar heb je gewoon volledige mistbanken. Precies aan de rand van het bos. Oké, nou trekt het heel iets het bos in. Je ziet het bijna niet. Wat apart. Wow, moet je die lucht zien. Heel space ziet het eruit. Vooral als je uit zo'n heel space bos komt en dan opeens dit. Het is wel mooi. Wow. Daar hangt ook allemaal mist. Moet je dat zien daar?